Toen Amber en Logan ontdekten dat ze in verwachting waren van een drieling, begonnen ze zich meteen af te vragen hoe ze hun groeiende gezin konden ondersteunen. Maar na de geboorte van de meisjes gebeurde er iets werkelijk ongelooflijks, waardoor ze opgelucht konden ademhalen. Toen Amber Hills begin 2016 ontdekte dat ze zwanger was, was het een enorme verrassing. Ze was op dat moment niet bezig met het stichten van een gezin, aangezien ze nog op de middelbare school zat. Ze had sinds juni 2013 een vaste relatie met haar vriend Logan Brown Fletcher en het stel was gelukkig samen, maar nog niet klaar om ouders te worden. Echter, onvoorbereid zijn op het ouderschap betekent weinig voor moeder natuur. Er groeide nieuw leven in Amber en ze besloot het kind te houden. Het jonge stel moest hun plannen voor de nabije toekomst aanpassen, maar was vastbesloten om het samen te doen. Met grote verwachting gingen de jonge ouders voor de eerste echo rond 9 weken zwangerschap. Gewoonlijk heeft het zien van de eerste tekenen van leven op het scherm een enorme emotionele impact op hun leven. In een fractie van een seconde verandert alles. Voor zowel Amber als Logan was dit meer dan alleen een emotioneel moment. Hun leven stond op het punt om op zijn kop te worden gezet door het nieuws dat ze zometeen zouden krijgen. Op het moment dat de dokter begon met de echo werden zijn ogen groot. Toen hij de woorden "Oh mijn" uitsprak, vroegen de ouders zich direct af of er iets ernstigs mis was met hun baby. De dokter stelde hen echter snel gerust en legde uit dat er niet 1, niet 2, maar ongelooflijk genoeg 3 baby's in de baarmoeder van deze jonge moeder waren. Amber en Logan waren in shock. Nooit hadden ze verwacht dat ze ouders zouden worden, laat staan ouders van 3 kinderen, en dat allemaal in 1 keer. Het was geen wonder dat ze allebei moeite hadden om kalm te blijven, vooral Logan. Deze jonge vader kreeg plotseling een enorme verantwoordelijkheid op zijn schouders. Hij hield heel veel van Amber, maar was een beetje overweldigd door het nieuws. Terwijl ze nog steeds aan het wennen waren aan het grote nieuws, ging de dokter door met de echo. Hij wilde er zeker van zijn dat hij niets cruciaals over het hoofd zag, aangezien deze speciale zwangerschappen een grote verantwoordelijkheid zijn voor elke medische professional. Drielingen komen niet zo vaak voor en het is belangrijk om voorzichtig met de zwangerschap om te gaan. En toen stuitte hij op iets wat hij niet had verwacht. Ondanks het goede nieuws dat hij net met het stel had gedeeld, had hij ook iets slechts toe te voegen. Op een van Amber's eierstokken bevond zich een grote massa. Dit is nooit goed nieuws, maar tijdens de zwangerschap kan het leven van ongeboren baby's in gevaar brengen en zelfs leiden tot een miskraam bij de moeder. Dit zorgde ervoor dat Amber in paniek raakte. Ze huilde de hele weg naar huis, omdat de dreiging om haar baby's te verliezen erg echt aanvoelde. Ondanks dat ze nog moesten wennen aan het schokkende nieuws dat ze zwanger was van een drieling, was het ondenkbaar voor zowel haar als Logan dat ze hun kleine baby's zouden kunnen verliezen. Hoewel Logan enthousiast was over het vaderschap, voelde hij zich ook compleet overweldigd door zijn huidige situatie. Hij zat nog op school en had slechts een deeltijdbaan. Er was geen manier waarop hij zijn vriendin en 3 baby's kon onderhouden met zijn huidige inkomen. En hij maakte zich al zorgen over het geld dat hij nodig zou hebben om die drieling groot te brengen. Hij wilde Amber steunen in dat enge en emotionele moment, maar moest ook zelf omgaan met veel gemengde gevoelens. De dokter moest een moeilijke beslissing nemen. Hij kon de operatie uitvoeren en de massa tijdens de zwangerschap verwijderen of wachten tot na de geboorte. Uiteindelijk achtte hij het noodzakelijk om de operatie uit te voeren voor de komst van de drieling. Amber kreeg al snel ondraaglijke pijnen, wat de dokter ertoe bracht om de risicovolle keuze te maken om de cysten en de aangetaste eierstokken aan te pakken. De massa bleek een cyste ter grootte van een basketbal te zijn. Na enkele zenuwslopende uren leek het erop dat de baby's in orde zouden zijn en dat de moeder hen tenminste 33 weken kon dragen, wat als voldragen wordt beschouwd voor een drieling. Net als elke aanstaande moeder wil je je momenten en vreugde delen met mensen die om je geven. Helaas kreeg deze jonge zwangere vrouw negatieve reacties van sommige van haar naaste vrienden en familie. Vastbesloten om zich niet te laten beïnvloeden door hun negativiteit, besloot ze haar zwangerschapsreis te delen op Instagram. Hoewel ze enige steun kreeg, waren er ook veel trollen die de jongere ouders niet steunden en negatieve opmerkingen maakten. Een van de belangrijkste zorgen was dat het stel te jong was om de enorme verantwoordelijkheid van het opvoeden van een drieling op zich te nemen en ook nog niet getrouwd was. Gelukkig lieten zowel Amber als Logan zich niet beïnvloeden door die haters en bleven ze vasthouden aan hun relatie en hun weg naar het ouderschap.
tijd begon te dringen, maar ergens in de 32 weken van de zwangerschap werd ontdekt dat een van de baby's een nood verkeerde. Haar hartslag was langzamer dan zou moeten. Dus besloten de artsen om de drieling 4 dagen voor de oorspronkelijke geplande datum te laten geboren worden. Het stel uit Portland, Oregon verwelkomde hun 3 baby's op 1 augustus 2016 in het Providence St. Vincent Hospital. Het wonderlijke nieuws was dat het stel 3 prachtige dochters had, maar er was nog iets buitengewoons aan die meisjes. Drielingen zijn over het algemeen al zeldzaam, maar deze pasgeborenen waren ongeveer 1 op 1 miljoen in termen van zeldzaamheid, omdat ze identiek waren. Gedurende 22 jaar in het medisch vakgebied had de neonatale specialist, Dr. Greg Novak, slechts 1 keer eerder identieke drielingen ter wereld gebracht voordat deze 3 meisjes werden geboren. Raylan werd als eerste geboren met een gewicht van slechts 1,25 kilogram. Gevolgd door Avery met 1,67 kilogram en Alina met 1,33 kilogram. Ondanks dat alle 3 de meisjes bij de geboorte minder dan 2 kilogram wogen, waren ze allemaal in goede gezondheid. Ze moesten echter wel in de neonatale zorg blijven en werden gevoed via neussondes. De baby's waren zo klein dat ze gemakkelijk in de hand van hun vader pasten. Ondanks hun beste inspanningen konden de ouders de meisjes niet van elkaar onderscheiden, omdat ze er precies hetzelfde uitzagen. Om deze reden bedachten ze een eenvoudig maar effectief plan. Door de teennagels van elk meisje in een andere kleur te schilderen, was het mogelijk om de juiste naam aan de juiste baby te koppelen. Pas na 3 weken in het ziekenhuis konden de ouders eindelijk hun speciale drieling mee naar huis nemen. Ondanks haar jonge leeftijd wist Amber altijd al dat moederschap goed bij haar zou passen. Ze wilde de beste moeder zijn die ze maar kon zijn en het beste maken van haar leven en haar situatie. Toen ze haar meisjes na de geboorte zag, was ze totaal verliefd op hen en noemde ze hen zelfs de liefdes van mijn leven. Men kan zich alleen maar voorstellen hoeveel het kost om alles op alles te zetten wat nodig is om drielingen groot te brengen. Hoewel we eenvoudigweg kunnen zeggen dat het 3 keer zo duur zou zijn als 1 kind, moet je eigenlijk speciale uitrusting kopen zoals kinderwagens die plaats bieden aan 3 baby's. Dit soort babybenodigdheden vallen in een andere categorie en kosten veel geld. Logan voelde de druk om voor zijn gezin te zorgen. Maar nadat hij zijn dochters enkele seconden in zijn armen had gehouden, wist deze jonge vader dat hij er alles aan zou doen om hen gelukkig te maken. Mensen hebben allemaal verschillende meningen en kijk op het leven. Sommigen zijn alleen geïnteresseerd in kritiek geven, terwijl anderen proberen om een verschil te maken en actie te ondernemen. Na de geboorte van deze zeldzame identieke drieling heeft het paar zich verloofd. Ondanks hun oorspronkelijke negatieve reacties besloten sommige vrienden het paar te steunen en kochten ze tweedehands kinderwagens en andere babybenodigdheden. Anderen besloten wat kleinere spullen te kopen. Dit zou het logische einde kunnen zijn van een ongelooflijk verhaal, maar toen gebeurde er iets ongelooflijks. Enkele vreemden die het verhaal vanaf het begin hadden gevolgd, waren geraakt door de enorme verantwoordelijkheid die op de schouders van deze jonge ouders drukte en wilden dit gezin van 5 op tastbare wijze helpen. Een anonieme donateur realiseerde zich dat het gezin een auto nodig had en schonk hen een gratis minibusje, al voorzien van de benodigde autostoeltjes voor de drieling. Het extra bedrag van $2500 dat afkomstig was van een GoFundMe-pagina hielp de ouders om enkele extra items te kopen die ze nodig hadden voor de baby's. Het jonge stel besloot uit de schijnwerpers te stappen en zich richtte op hun huwelijk en de kinderen. Ze wisten wie ze waren als personen en geloofden dat ze meer dan in staat waren om hun bijzondere meisjes op te voeden. Immers, ze hadden elkaar en een gulle gemeenschap die klaar stond om te helpen en ze hadden niets anders nodig. Wat een ongelooflijke wending van gebeurtenissen. Zou je ooit overwegen om een minibusje of andere items te doneren aan vreemden nood? Hoe zou je gereageerd hebben als je in de schoenen van Amber en Logan stond tijdens die schokkende echo? Laat het ons weten in de reacties hieronder. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.